ik denk dat het lezen van het schilderij niet veel anders is dan het lezen van een boek. Dus je moet wel eerst kunnen lezen om het te begrijpen. En als je... je moet als het ware kunnen kijken naar iets en je dingen af kunnen vragen over een beeld van hoe het in elkaar zit en wat er gebeurt. En als je daartoe in staat bent, denk ik, dan kun je mijn werk ook lezen. En dan kun je in principe ieder werk lezen en onderscheiden in van elkaar. Zo moet je denk ik een beetje zien. Maar er zit geen... Er zit geen handleiding bij. Ik probeer, dat geldt dan sterk voor mij, ik probeer toch elke keer dat een soort nieuw alfabet uit te vinden. Een nieuwe manier van kijken bij alles wat er is te vinden. Ik probeer mezelf daarmee te verrassen en daar hoop ik dan ook de kijker mee te verrassen. En natuurlijk sla ik de plank mis of en gelukkig lukt het ook soms. Ja, zoiets zal het zijn met het schilderen. Ik probeer ook iets te raken in die natuur wat met mijn werk. Iets, misschien wel iets achter die natuur of iets wat, wat alles zo bijzonder maakt. Dat probeer ik te vinden. Maar, en soms denk ik dat ik daar iets te pakken heb. Ergens ligt een beeld voor ogen, heb ik een beeld voor ogen waar het naartoe moet. En dat is mijn enige drive. En het is natuurlijk belangrijk dat ze een keer ergens komen te hangen of weet ik wat. Maar dat is niet waar ik me mee bezig hou in mijn atelier. Het is echt dat die beelden beter moeten. Dat het steeds beter kan. En dat er... Het is een voortdurende herhaling van zetten en doen. En ik heb het idee dat het steeds een tree hoger kom. En ja, die hoogste tree die moet ik bereiken. Dat is mijn enige drive.